wat leuk dat je kijkt naar onze vlog. Ik ben DJ, case manager bij de maatschappelijke opvang van Wij Zijn Traverse Groep. Ik ga jullie vandaag meenemen voor een kijkje naar onze nieuwe tijdelijke locatie aan de Waterstraat in Roosendaal. In samenwerking met de Centrumgemeente Bergen op Zoom, gemeente Roosendaal en Alvast hebben we kunnen organiseren dat we van deze locatie gebruik kunnen maken. Het is gekomen omdat we vanwege corona op de locatie in Bergen op Zoom onvoldoende afstand konden bewaken tussen de bewoners. Laten we naar binnen gaan. Op deze locatie is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Ze helpen ons bij het houden van toezicht en daarnaast zijn ze ook aanwezig op het moment dat er geen begeleiding hier van ons aanwezig is. Mocht er een calamiteit zijn, zijn zij er ook om ons te helpen. De bewoners verblijven hier op de tweede verdieping. Laten we snel naar boven gaan. En dan zijn we nu boven aangekomen in de gang waar de bewoners verblijven. We hebben hier in totaal 10 kamers. Voor elke bewoner een eigen kamer. En daarnaast een kantoor voor de begeleiding, een keuken, een wasruimte en een balkon. We lopen nu naar de kamer van een bewoner. We gaan hem enkele vragen stellen hoe het is voor hem om hier te verblijven. Dankjewel dat je even tijd hebt. Kun je iets vertellen over jezelf en je traject? Mijn naam is Moussa Magan. En mijn leeftijd is 60 jaar oud. Ik ben 60. En ik blijf hier zeg maar bijna 1 maand. Ik was van vroeger in Bergen op Zoom. Dan ben ik bezig met werk zoeken. Maar voor mij lukt het niet. Ik heb haar werk gesolliciteerd. Dus ze zeggen voor het probleem voor corona, weet je. So, maar ik ben ook steeds bezig. Hoe is het om hier te verblijven? Blijf hier is beter. Omdat hier, je hebt je eigen camera. Je kan zelf koken. En lekker rustig. Maar het is verschillend bij Berkhamsum en hier. Berkhamsum, je slaapt met 6 mensen soms. Soms met 4 mensen. Maar hier heb je je eigen camera. Als je werk krijgt, dan heb je je eigen camera. Lekker rustig. Wat betekent een eigen kamer voor jou? Ik slaap vroeg. Ik ben 9 uur bij het gelijk. Ochtend ga ik naar trainen. Een beetje fitnessen, sporten. Ik blijf fit, weet je. Als je graag werkt, dan je bent fit. Je gaat gelijk werk zoeken. Weggegaan. Hoi, ik ben Mariska van Tilburg en ik ben sinds 1 jaar werkzaam bij Wij Zijn Traverse Groep als pedagogisch medewerker. En sinds dat de Waterstraat in Roosendaal er is, ben ik ook hier werkzaam, regelmatig een paar keer in de week. Kun je iets meer vertellen over hoe de begeleiding er op deze locatie uitziet? De begeleiding van de bewoners ziet eruit als iedere bewoner staat gekoppeld aan een case manager en daarnaast lopen hier dagelijks pedagogen rond. Eentje in de ochtend, maar ook eentje in de avond. Daaromheen vraag ik altijd van, goh, kunnen we je ergens in ondersteunen? Of heb je je case manager vandaag nodig? Die vraag wordt eigenlijk altijd wel gesteld. Daarnaast vraag ik 's ochtends vaak van, goh, wilt er vanavond gekookt worden? Want er moeten de boodschappen gedaan worden. De pedagogen gaan dan vaak mee met de cliënt. Wat ik vaak doe, is 's ochtends ook vragen van, goh, heeft er iemand zin om een wandeling te maken? We hebben hier een heel mooi park hiernaast liggen en mijn mening is, als je een wandeling gaat maken met de cliënten, komen er andere verhalen los. Een beetje eventjes uit de dagelijkse sleur halen en even lekker een rondje wandelen. En hoe ziet een dag van een bewoner hieruit? Rustig opstarten, zoals ik al zei. We beginnen meestal rond 9:30 een gezamenlijk moment in de woonkamer. Eventjes een rustig momentje om met elkaar te praten. Hoe gaat het? Zijn er wat dingetjes die je nog kwijt wil? Vanuit daar starten we de activeringstaken. Je moet voorstellen, aan een activeringstaak zijn meestal schoonmaakdingetjes zoals de toiletten, de keuken. Die worden dan uitgedeeld. Dat rouleert een beetje. En kunnen bewoners hier gratis verblijven? Nee, als je onder de 21 bent is het €2,50 en anders is het €5 per nacht. Je kunt ook voor gratis nachten sparen en dat is dus voor de activeringstaken als je wat taken oppakt. Per taak verdien je extra uren en die tellen we bij elkaar op en van daaruit kun je extra nachten sparen. Dus dat is ook altijd wel leuk om te doen. En wat als bewoners nog geen geld hebben? Dan mogen ze poffen, noemen we dat. En dat is inderdaad, als ze weer geldstroom hebben, dan wordt dat allemaal weer geregeld.
Maar op het moment dat ze niks hebben, dan poffen ze gewoon en dat houden we bij op een lijst. En zijn er ook nog huisregels? Ja, die zijn er zeker. Niet heel veel, want anders ben je een hele dag met regels bezig. Maar waar we ons echt aan willen houden is dat je respectvol met elkaar omgaat. Dat vinden we echt wel een hele grote. Plus je houdt de omgeving schoon, maar ook je eigen kamer. En je bent 's avonds voor 10 uur binnen. Wat je in de tussentijd doet, allemaal prima. Maar zorg in ieder geval dat je aan die regeltjes je eigen houdt. En dan is het voor iedereen gezellig. En dan nemen we jullie nu mee voor een kijkje in de keuken. Bewoners kunnen hier dagelijks zelf koken. Ook als ze dat niet willen met de groep mee te eten, kunnen ze hun eigen maaltijd klaarmaken. Als er een keer niemand is die zin heeft om te koken, zijn er altijd maaltijden in de diepvries die bewoners kunnen opwarmen. En omdat we binnenkort gaan verhuizen naar de benedenverdieping, neem ik jullie alvast mee voor een sneak preview op de nieuwe locatie hier beneden. Zoals je ziet wordt er hier nog volop geklust. Maar onze eerste parel is al binnen, dat is de voetbaltafel. En de bedoeling is dat we hier met de ruimte die we hier hebben in de woonkamer gewoon nog meer activiteiten met bewoners kunnen doen. Hopelijk hebben jullie een goed beeld gekregen van onze tijdelijke locatie aan de Waterstraat. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog. Doei doei!